Twee Tetra-apparaten. Dat is misschien ook wel aardig. Dit is een rode en zwarte ATEX-versie. En dit is een Sepura. Even kijken hoe die ook weer aan moet. Het werkt net als een telefoon bijna. Je moet altijd die knop heel lang indrukken bij Tetra, wil die het doen. Dat geldt zowel voor aan als uit. Hè. En hij zegt, deze zegt netjes panel ETE als je hem aanzet. Dat is ook wel grappig. Misschien kan ik dat nog wel in beeld krijgen. Laten we eens even kijken. Ik ga hem eens eruit zetten. Lang drukken, dan gaat hij uit. En nou opnieuw lang drukken. Ik denk dat ik hem dan zo moet houden. Nou, dat duurt even. Nou, voor mij komt het niet in beeld. Ja, goed, wat kan ik erover zeggen? Het zijn dus apparaten die voor Tetra in gebruik zijn. Deze is veelvuldig bij bedrijven in gebruik. Er is tegenwoordig deze nog gemaakt door Rode en Schwarz. Maar het type Porto en de hele productielijn is overgenomen door een paar Chinese bedrijven die dat onder eigen merknaam brengen. Deze is al wel bij verschillende politiekorpsen in Nederland in gebruik. Maar de meeste korpsen AHUM hebben minder geavanceerde, moet ik daarbij vertellen. Ze werken alleen in DMO. Deze zegt het ook heel duidelijk in het display. Ik weet niet of dat te zien is. Voor amateurs. Amateurs zijn nog niet zover dat ze TMO kunnen werken. TMO is in een trunked netwerk. Dus een netwerk met cell switching. Maar met DMO gaat het ook aardig. Afstanden met Tetra zijn iets minder groot dan met D-Star. Een 1,8 watt porto is vergelijkbaar met iets van 2,5 watt FM of zo. Dan komt het er ongeveer overeen. Tegenwoordig is de regel nog zo dat je moet je roepnaam in FM zeggen. Tetra-apparaten kunnen over het algemeen geen FM. Dat kunnen ze niet aan, dus je moet een FM-porto bij je hebben. Dan heb je meteen ook een aardige vergelijking van het verschil in rijkwijde, zeg maar. Hè. Maar wie weet wordt het nog een trend. Dus het is wel zo dat de laatste tijd er steeds meer bij komen. En dat het ook redelijk hard gaat. Hè. Deze heeft nog wel een grappige feature. Niet of dat goed in beeld komt. Dat is toch wel slecht te zien zo. Maar hier kun je dus, dat is voor politieagenten wel aardig, de dingen kunnen ook een soort van sms-dienst hebben. En je kunt dus het display op deze manier op zijn kop zetten. Dan kun je het even zo voor iemand houden van, nou kijk eens, dit staat er. Wat vind jij ervan? Of kijk, dit meneer, dit is de informatie die ik over u gevonden heb. U heeft nog 25 snelheidsboetes openstaan. Kan ik even vangen. Dus op die manier. Maar ja, de Tetra dus. Op 70 centimeter.